Wethouders Veldhuis en Tiemens hebben gisteravond antwoord gegeven op de vragen die raadsleden op 2 november hebben gesteld over slachthuis Hilkman. De raad vergaderde toen over het feit, helaas, dat het college had opgesteld na aanleiding van het beëindigen van de activiteiten van het slachthuis. Stand van zaken is op dit moment eigenlijk niet veranderd dan een paar maanden geleden. Het dossier ligt bij de rechter. Tot nu toe geeft het, het college aan dat de overeenkomst die getekend is, dat die nog steeds stand houdt bij de rechter. En ja, dat daar dus nog even afwachten is wat de rechter en hoe de rechter zijn uitspraak is. Wat opviel was gisteravond dat met name één vraag beantwoord getracht werd of daar een antwoord op te krijgen. En dat was, is het, verstandig? is het verstandig geweest om in één keer 21 miljoen over te maken? Daar bleef hij een beetje op hangen. Het college gaf voortdurend aan, met de wetenschap van toen, was dat inderdaad verstandig. En hoefde er geen extra zekerheden ingebouwd te worden in de overeenkomst met Hilkman. Met name Partij van de Arbeid vroeg erop door, dat viel op... Partij van de Arbeid is immers een oud college, coalitiegenoot. en uh, was daar heel erg kritisch op. Tot ergernis overigens van uh, andere fracties, en ja, de heer Buck verwoordde dat ook. Um, beantwoordde het college iedere keer: ja, dat hebben wij u al verteld. Um, dat vond meneer Buck niet zo, in, niet zo uh, leuk. en met name uh, deed dat uh, het debat ook geen goed uh, dat gevoerd zou worden. Wat verder opviel was dat oppositiepartij D66 in, de, uh, in Rob Jettens uh, persoon uh, een uh, samenvatting uh, deed van wat het college eigenlijk probeerde te zeggen aan de raad en die samenvatting die luidde ongeveer als uh, het college heeft de raad niet willens en wetens verkeerd geïnformeerd, achteraf wel, maar toen de informatie verstrekt werd had het college ook geen andere informatie. Nu is de vraag toch of, uh, ja, en dat zal dan later blijken, of zorgvuldig genoeg door het college alles afgewogen is. Het is nu even afwachten totdat de rechter een uitspraak doet. Ik verwacht dat een echt debat ook niet gevoerd zal worden uh, tot het moment dat de rechter de uitspraak gedaan heeft. En dan pas zullen we verder gaan kijken.